Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. Een tijdje geleden had ik een video met al mijn tips voor het warme weer, maar het is nu echt ontzettend koud, dus vandaag is het tijd voor een video met tips over koud weer. Tip nummer 1, kleed je warm aan. Ik heb dikke sokken aan, met schoenen met bont, en je kunt ook thermolaarzen kopen. Onder mijn rijbroek heb ik altijd een panty aan of een thermo-onderbroek, werkt ook heel goed. Bovenlijf laagjes, want dan kan je het namelijk uittrekken als je het warm krijgt. Dus ik heb nu een dikke jas aan en een bodywarmer. Hieronder zit nog een vest en heb ik hieronder nog een t-shirt aan. Als ik het al warm krijg, kan ik elke keer iets uittrekken. Ik heb ook een sjaal aan, maar die doe ik af als ik ga rijden, want dat zit namelijk los. En als je dan valt, dus je blijft ergens achterhaken, dan stik je. Handschoenen, lekkere warme. En natuurlijk een muts, want niks zo erg als een koud hoofd. Tip nummer 2. Blijf vooral droog. Je wordt nergens zo koud zijn als van nat zijn. Dus draag zeker regenkleding als je op de fiets moet, als het regent, als je buiten gaat rijden. Ik heb nu een gewoon regenpak aan. Heerlijk, blijf je lekker droog. En je kunt in de Ruitersportzaak speciale regenbroeken kopen om mee te paardrijden. Super handig. Ik ga naar binnen. Oh, koud buiten. Gelukkig heb ik altijd extra kleding op stal. En dat is dan ook gelijk tip nummer 3. Deurtje open. Kastje open. Kijk, hupsakee, extra bodywarmer. Heerlijk, je kan natuurlijk ook gewoon extra muts of extra handschoenen neerleggen. En wat ik ook altijd heb is droge sokken. Want als je koude voeten hebt of natte voeten, ja, dat is natuurlijk super vervelend. Dus droge sokken, super tip. Tip nummer 4 is om een thermosfles of thermoskan mee te nemen naar stal. Want dan kan je namelijk altijd even lekker hete thee drinken of warme chocomel. Zo, en zeker als je bijvoorbeeld op de fiets naar stal moet, dan ben je al koud als je aankomt en dan kan je even lekker opwarmen. Tip nummer 5 is om je paard warm te houden tijdens het poetsen. Je kunt dan namelijk iedere keer een kwart van zijn deken terugslaan en dan kan je zo poetsen. Zo, even snel. En als hij dan schoon is, dan sla je dit kwart weer terug. En aan de achterkant sla je het volgende kwart om. En dan kan je deze kant poetsen. En iedere keer als hij dan schoon is op die plek, dan sla je de deken weer terug. En zo kan je je hele paard doen. Ook een hele handige tip voor paarden die geschoren zijn. Tip nummer 6. Koop een uitrijdeken. Dat is een korte deken die je kunt gebruiken tijdens het rijden. En ik heb hier een zadel gelegd, dus ik doe net alsof de bakrand een paard is. Doen we zo. 1, 2. Hoppakee. En dit houdt dus de billen van je paard warm. Dus dit zijn de billen. En dan kan je hem zo onder je zweetblad doordoen. Aan allebei de kanten. Zo. En maak je hem aan de voorkant vast. En dit kun je dus gebruiken met losstappen en met uitstappen. Super handig. Oeh, ik ga hard, jongens. Tip nummer 7 gaat over ruwvoer. Als het koud is en je paard staat 24 uur per dag buiten, dan verbruikt hij extra energie om zichzelf warm te houden. Dus het is de bedoeling dat hij dan genoeg ruwvoer ter beschikking heeft. En daarom gaan we nu een baaltje hooi ophalen. Yummy! Dag schat. Ja, het is de bedoeling dat je lekker eten gaat eten. Ja, ja, je bent lief. Dit is Loïtje en Loïtje is een nieuw paard op stal. Dekens kun je stapelen. Je kunt dus een gewone deken nemen zoals deze en dan een onderdeken kopen. Dat is een speciale deken die je kunt vastmaken aan je winterdeken. Zo hoef je dus niet 5 verschillende dekens van 5 verschillende diktes te kopen. Maar kun je gewoon deze deken gebruiken en als het kouder wordt de onderdeken eronder doen. Tip nummer 9. Zet je paard nooit nat en bezweet weg. Zorg er altijd voor dat hij even kan opdrogen onder een zweetdekentje. En hou hem dan het liefst ook binnen, zodat hij niet buiten in de wind staat en kou kan vatten.
Laatste tip, neem tijd voor het losstappen en voor het uitstappen. En hou je paard tussendoor warm met een deken. Dat kan een uitrijdeken zijn of gewoon een gewone zweedeken. Zodat hij in ieder geval niet kou valt. Zeker niet als je buiten aan het rijden bent. Nou, ik wel lekker warm zo'n deken. Nu weet je dus hoe je ook in de winter lekker kunt blijven paardrijden en lekker warm kunt blijven. Deel jouw allerbeste wintertip hieronder in de comments en doe vooral een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg! Alles vertellen over scheren. Je staat dus gewoon echt 2,5 uur, ben ik ook geschoren bij IJslanders, zet de haren in.